Stichting Beauty of Joy heeft afgelopen zaterdag in Mungo samen met Stichting Nooit Alleen een beauty vakbeurs in combinatie met een kankerinformatiedag gehouden. De organisatie heeft ondersteuning gehad van de afdeling Oncologie en het Radiotherapeutisch Centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De inleider van de infodag was de arts Vincent Maknak. Hij verzorgde een presentatie over kanker, de verschillende vormen en wat te doen als bij iemand kanker wordt ontdekt. Wie krijgt nou kanker? Van Oekasari of wat de oorzaak is dat iemand kanker kan krijgen. Dus het is zo dat eigenlijk een prikkel moest vinden plaats. Ja? Het kan zijn door erfelijkheid, misschien je ouders of je mama of papa bij Abin. En door een celdeling vanaf de moederschool wordt het meegegeven. Ja? En zo praten wij over overerving. Of het kan zijn door ongezonde voeding, levensstijl, roken, je gebruikt toetsen voor alcohol, eenzijdige voeding. Maar het kan ook ontstaan door een infectie, waardoor er een afwijking ontstaat in het regulatiemechanisme. Na de presentatie over kanker werd de Beauty Vakbeurs geopend. Tijdens deze beurs hebben de lokale vrouwen tentoongesteld wat ze allemaal kunnen op de gebieden van haarverzorging en mode. Volgens Beryl Pinas, voorzitter van de stichting Beauty of Joy, zijn de informatiedag en de beurs gehouden om de bewoners van Mungo bewust te maken over kanker en hen de kans te geven hun talenten verder te ontwikkelen. De bewoners hebben veel talent en dat mogen zij dan ook laten zien, zegt zij. Kijk, ze maken heel mooie dingen, ze zijn creatief bezig, maar het blijft alleen binnen hun groepje. Het moet ook een keer naar buiten gaan, zodat andere mensen ook zien van, hey, kijk, daar zijn mensen ook die creatief bezig zijn, die iets nieuws kunnen doen. Niet alles wat uit het buitenland is, is het best, maar we hebben ook onze eigen dingen, beste dingen in Suriname. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat we dat willen, dat ze het weten, wat kanker is, wat je moet doen als je kanker hebt. Dus dit is pas het begin. We willen verder gaan ermee. Dus het is niet vandaag begonnen en het houdt hiermee op. We willen gewoon verder gaan met deze mensen. Beryl Pinas, voorzitter van Stichting Beauty of Joy. Haar stichting heeft afgelopen zaterdag samen met Stichting Nooit Alleen een beautyvakbeurs in combinatie met een kankerinformatiedag georganiseerd te Mungo.